Check hoe hoog we zitten. Check hoe hoog. Oh my god, we zitten boven de wolken. Van Dodo, welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag spelen wij een super vette Minecraft map. Volgens de makers is het de grootste pretpark map die er bestaat voor Minecraft. En ik heb het natuurlijk over Funland 3. Yes, een gigantisch pretpark. Ergens gemaakt door een of andere dude die waarschijnlijk heel goed was in Redstone en alles. Want oh my god, kijk al die achtbanen. Oh, wow, er is hier heel veel te beleven. Even kijken, wij gaan kijken. Gele pad is de entree en het rode pad is de uitgang. Willen jullie trouwens alvast even een duimpje omhoog knallen voor deze awesome map? Ik kan niet eens uit mijn woorden komen. Als jullie meer van dit soort unieke awesome mappen willen zien, laat het zeker even weten. Door middel van een duimpje en door middel van natuurlijk een comment achter te laten. Want ik lees gewoon de comments en ik vind het hartstikke gezellig. We hebben wat minecarts, we hebben apples. Ik weet niet precies waarom we apples hebben. Oh, wacht even, stond erop. You may want some spare carts and apples. Oh nee, staat er niet bij. De meeste attracties beginnen met een button. Oké, dat is wel simpel. Dit park heeft veel geheime plekken. Of niet. Mm-hmm. De monorail kan je naar 4 grote delen brengen. Ook al kijk ook naar deze post om meer te weten over het park. Oké, is cool. Is cool, wat is dit? Oh, hier willen we wat geld. Dank u. Dank u, je kan hier gewoon gratis geld halen. Wat ideaal, een ticket. Dan haal ik ook wel even één ticket. Alright, informatie. Nou, ik wil graag... ik heb hier 1 ticket en 3 gold. Ik weet niet precies waarvoor. Maar dankjewel voor de entree. We zijn er. Informatiecenter. Nou, dat hoeven we allemaal niet te weten. Oh, waar gaan we als eerste heen? Dit is echt zo'n punt in de standaard pretpark dat je er staat. Wat gaan we als eerste doen? Nou, wat ik meestal doe is eigenlijk rondlopen. Een beetje rondlopen en kijken wat het is. Ik ga nu niet al te lang rondlopen, want het is waarschijnlijk niet heel erg leuk voor de video. Ik ga gewoon rondlopen, kijken of ik iets leuks tegenkom. Ik zie hier Wither Skull. De Face Melter. What? Oh, wat is dat nou weer? Oké, oh, dus we gaan natuurlijk gewoon via de uitgang hebben. Goed opletten, Wouter. Oké, pak een minecart. Push the button to start the ride. Gaan we de face melter doen, jongens? De face melter. De gezichtsmelter. Laten wij hem gewoon doen. Ik ben heel benieuwd. Let's go, face melter. Woo! Oh, nee. Oh. Oh, gelukkig. We gingen doorheen. Ik had echt al gedacht dat het gewoon meteen fout ging. Check al die lava, jongens. Het is toch verschrikkelijk eng, dit. Let op je gezicht. Stuk smelty. Dat moeten we niet hebben. Kan ik het beste zo kijken? Nee, oké. Gewoon zo. Wow, de face melter. Ik vind het wel echt heel vet dat ze dit gedaan hebben. Ik hou sowieso echt zelf super erg van attractieparken. Holy shit, wat is dit lang. Ik hou echt super erg van attractieparken. Dus ik vind dit ook nog eigenlijk best wel leuk om rond te rijden. Gewoon om te kijken wat ze gemaakt hebben. Want er waren iets van 57 achtbanen of zo in dit park. It's insane. Oké, nou, we zijn bijna bij de face melter. Tenminste, het einde. Ik sta ondertussen in de fik. Dit kan niet de bedoeling zijn. Auw. Awesome. We hebben het gered. Oh my god, we gaan dood. We gaan dood. Nee. Oh mijn god, we hebben het echt net gered. Oké, we moesten hem op peaceful zetten. Las ik trouwens zo net. Dus dat hebben we bij deze gedaan. Wat is dit? De musical choo-choo entrance. Oké, dit is dus met geluid. Oké, interessant. Gaan we doen. We doen deze gewoon iets harder. We hebben de blokken al aanstaan. Volgens mij moet hij nog iets harder. We doen hem gewoon zo. Ja, perfect. Pull the lever to start. Oké, waar is de lever? Oh, daar. The music. Dit is het ook gewoon. Oké. Nou. Oh, hij blijft ook gewoon doorgaan. Kom op, ga door. Hij gaat weer. Zo random. Ik vind hem helemaal mooi. Ik zet wel weer mijn geluid iets zachter. Even kijken. Music sound. Yes.
Oké, maar ik wil echt de grootste achtbaan vinden, jongens. De grootste achtbaan. En ik denk dat ik daar iets zie. Wat is dat daarboven? Wat is dat? Hoe kom ik daar? Ik denk dat ik hier overheen moet of zo. Of totaal niet. Ik heb geen idee. Ik hoor nog steeds die... hoe heet dat? Dat ene ding. Die achtbaan. Kan ik hierop? Nee. Ai, ai, ai. Kunnen we dit gewoon weghalen? Ah, dat kan gewoon. Hupsakee. Sorry. Ik heb niets gedaan. We gaan nu naar... iets. Ik weet niet wat het is. Het is de Red Devil. De rode duivel. En... Oh, die gaat hier helemaal omhoog. Oh my god. Dat is zo cool. Check it. Oh, we gaan het doen. Oh, een trap chest. Waarom is hij trapped? I don't snap. Maar ik ga er gewoon in zitten. Wij gaan de Red Devil doen. Let's go. Holy moly. Dat is hoog. Omhoog. Omhoog. Jeetje, wat kan dit zijn, joh? Check hoe hoog we zitten. Check hoe hoog. Oh my god, we zitten boven de wolken. Dit is de allerhoogste achtbaan ooit. Wat? Stel je voor dat ze zoiets echt zouden maken. Oh nee, Red Devil. Oh nee. Oh, we gaan gewoon naar beneden. Oké. Okay. Red Devil, let's go. Wow. Ik had gedacht dat hij wel sneller zou gaan. Wow. Oh, ik had... Dit is wel een beetje teleurstellend. Ik had op zijn minst wel een jump verwacht of zo. Maar het is gewoon... Hij gaat even hard naar beneden als naar boven. Het is niet echt heel... Oh, hij gaat verder naar beneden. Wow. Oké, deze zag ik niet aankomen. The Red Devil. Hij is het. Hoe verzin je dat? Oh my god, Red Devil. We moeten hier snel weg. Snel weg van de Red Devil. Weten we ook weer dat daar beneden zit. Te hek. Nou, ik vind het nog best wel leuk bedacht eigenlijk. Maar ze hadden meer kunnen doen met die hoogte. Dat had zo cool kunnen zijn. Wee. En stop. Perfect. Oh nee, dat ding draait nog steeds. Oké, maar terwijl ik boven was, zag ik dus nog twee andere hoge dingen. Dus nu ben ik eigenlijk wel benieuwd. Wat is dit? De Kissing Tower? De kusttoren? Liefde. Love is a many splendor thing. Love is a snowmobile racing across the tuna. When suddenly it flips over, pinning you underneath. At night, the ice weasels come. What the fuck is dit voor quotes? I was nauseous and tingling all over. It was either in love or had a smallpox. What? Oké, ik vind ze helemaal mooi. Welkom in de kusttoren. Geniet van de tour. Voor degene die assistentie willen of lui zijn, gebruik de kaart. Oké, ik gebruik wel de kaart. Ik snap de hint. Wee. Oh. Moet je dit gewoon lezen of zo? De kusttoren. Waar brengt ons dat naartoe? Oh nee. Volgens mij moeten we echt nog wel een stukje omhoog. Ik word een beetje... Ik heb nog nooit in een pretpark overgegeven, bedenk ik me net. Dat is wel echt zo'n cliché dat gebeurt. Wat is dit, joh? Waar gaat dit heen? Wat is deze? Kissing Tower. Kissy Tower. Oké. Lol. Walvis. Wat moet ik hier? Ik moet zoenen, maar ik heb niemand om te zoenen. Ik ga wel met mijn appel zoenen. Oh, appel. Je bent zo mooi. En het is zo mooi om hier samen met jou te staan. Fuck you, appel. Het is uit. Oh. Stomme appels. Ze willen altijd zoveel in een relatie. Nee, ik kus jou wel, hoor. Zo. We hebben toch nog iemand gekust. Of iets. Iets of iemand. Oh, ze hebben zelfs een tuintje. Een tuintje. Wat gezellig. Maar ik wil naar iets hoogs. Iets groots. Iets imposants. Oh, dat is de verkeerde kant op. Aha. Ik zie regenboog. Ik zie hoog.
Wij gaan hoog naar de regenboog. En voornamelijk zie ik ook niet een pad terug. Dat hij niet zeg maar gewoon naar beneden gaat. Dat is op zich ook wel leuk. Dus ik weet niet waar het ons heen brengt. Of hoe we er moeten komen überhaupt. Ik denk zo. Yay! Beetje half over de baan lopen. Geen probleem. The Knight's Peculiar Quest Entrance. Oké. Okay. Nou, laten we maar naar binnen gaan. Welke kant moeten we opgaan bij deze quest? Er zijn zoveel deuren. Maar sommige deuren zijn fijn en sommige niet. Oh, wacht even. Dit is helemaal niet... Oh, shit. Hier is de entree. Ik ga straks wel naar de Knight's Quest. Daar ben ik ook nog wel benieuwd naar. Klik hier om te beginnen. Oké, we gaan gewoon beginnen. We gaan gewoon meteen naar boven. Oké. Hoger gaat niet echt. Maar de achtbaan wel, mijn stem alleen niet. We zijn er. Oh my god, we gaan toch terug. We gaan gewoon via hetzelfde pad terug. Of niet? Jawel. Verdomme, ik dacht eindelijk. We hebben een drop of zo. What the fuck, dit is een wc-bril. Oh. Dat is zo jammer. Dat is zo jammer. Oké, we gaan gewoon de peculiar quest doen. Oké, de ene keer is het fijn, de andere keer is het niet fijn. We gaan gewoon deze kant op, want die is altijd fijn. Oké, dan kom je ongeveer op dezelfde plek. Ik hoor een dungeon of zo. Wacht even. Gaat het überhaupt wel ergens heen? Weet ik niet. Hé, hey, een ijzeren deur. Oh my god, nee. Nee, nee, nee. Ga ik het in één keer redden? Oh yeah, we komen verder. Dit is gewoon echt de ultimate doolhof. Maar dan ook nog een quest. Voor ridders. Moet ik hier naar beneden? Ik weet het niet. Voor mijn gevoel moet ik omhoog. Volgens mij wil hij ze gewoon naar beneden laten vallen. Dat denk ik tenminste. Dus we moeten zorgen dat we niet naar beneden vallen. Maar omhoog! Yes! Gefeliciteerd, je hebt het gehaald. Je bent nu echt een ridder. Dat is wel heel fijn. Nu moet ik wat ridderachtige dingen doen. Zoals wat? Oh. Oké, ik moet gewoon random ridder dingen doen. Sure, waarom ook niet? Hey, ik zie de toiletpot. Ik wil er wel even heen. Ik wil wel even... zo hard door de achtbaan gaan dat het gewoon allemaal eruit valt en dat het maar goed is dat we in een toiletpot zitten. En waarom ga ik precies naast het paadje? Dat is mij ook een raadsel, dames en heren. De Craptastic Coaster. De Craptastic Coaster. Oké. Okay. Politiestation. Oké, we gaan er gewoon in. We gaan er gewoon in. Geen BS. Let's go. Op naar het toilet. Op naar het toilet. Gaan we het toilet in? Gaan we het toilet in? Ja! Nee! 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 Yo, we hebben een drop! Eindelijk! Yes! Yes! Zo chill! Ik vind het zo nice als je gewoon met een minecart een drop hebt. Het is zo sip, maar het is zo chill. Oh, en we gaan nu gewoon in de toiletpot. Wat is dit toch lekker, jongen? Oh, die geur! Woe! Yay! In de pot en we zijn weer terug. Nice. Oh, is dat aan het lekken? Gadverdamme. Dat is wel heel vies. Oké, we gaan verder. Gaan we de walvis doen? Wat zou de walvis voor achtbaan hebben? De tooth chipper. Oh, de walvis is iets anders. Oké, nou we gaan gewoon in de tooth chipper. Dit was de entree. Let's go. Let's go, de tooth chipper. De tandenknipper, denk ik. Dat de letterlijke vertaling is. We gaan naar beneden. Wow. Wow. Eigenlijk moet je dit met een Oculus Rift of zo opdoen. Een virtual reality bril. Dat is wel echt lachen, denk ik. Wow. Oh, we gaan verder naar beneden.
Waarom is dit alleen de tandenknipper? Ik snap hem niet. Omdat we zo vaak omhoog gaan of zo met ons hoofd. Ik heb geen idee. Wow, hobbeltje. Wow, 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 wow. Wee. Woo. Wee. Yes. We hebben hem gedaan. We hebben het overleefd. Wat is dit? Een sprong door vuur of zo? Funland Ice Rink, ja. Gewoon een ijsbaan. Maar ze hebben wel gelijk, het is wel leuk. Oh, wat hou ik van ijsbanen en schaatsbanen, jongens. Oh, het is niet normaal. Oké, we gaan hier gewoon omhoog, want ik ben wel benieuwd naar dat vuur. Wat dat vuur allemaal kan zijn. The potent potioner. Oh, dat is gewoon een drankje of zo. Ik wil gewoon hierin. Ja. Precies, maar dit is de uitgang. Is dit dan de ingang? The gauntlet. Can be one or two player. Ja, ik heb geen vrienden helaas. Als het twee spelers is, begin op de eerste. Yellow square. How to win. If playing two people, each player starts on the first yellow square. When ready, pull the lever to open and the doors begin to raise. First person to pull the lever at the end. Oké, dus dit is een soort van snelheidsding. Oh nee, maar ik wil gewoon... Ik wil gewoon naar dat vuur, jongens. Dit is wel echt leuk om tegen elkaar te racen, bedenk me nu pas. Oh, oh my god. Dit is eigenlijk best leuk bedacht dat je elkaar ook zo ziet. En dat je niet bij elkaar zit. Dat is echt heel leuk bedacht zelfs. Kunnen we in de toekomst wel iets mee doen? Oké, we hebben hier Soul Sand. Ah, spring. Wah, spring. En we gaan hier door de spinnenweb. Ja, dat versloom mij een beetje. Kom op, sneller. Sneller, spinnenwebby. Gweba. Spinny gweba. Waar gaat het heen? Oh, ik moet hier niet heen? Huh? Waar moet ik dan heen? Ik moet... Hierheen? Oh my god, ik moet hierheen. Lol. Oké, let's go, let's go. We moeten snel de lever. Snel naar de lever. Yes. Ik heb gewonnen. Het klinkt alsof iets aan het verbranden is. Wat heck. Nou, ik vond hem helemaal mooi. Ik wil nog wel even echt een mooie, goede achtbaan of zo vinden. Echt eentje dat je zegt van, wauw. Nee, trouwens, ik was hier voor... Oh my god, een waterbaan. Oké, die wil ik ook nog doen. Maar ik wil ook de vuur. Hoe kom ik bij het vuur? Check die doos. Waarom heeft hij een doos vast? Hoe kom ik bij dit vuur? The fire and flame exit. Entrance on the skyloft. Is dat hier omhoog? Is dit de skyloft? Nee. Hoe kom ik daar? Oh, ik denk... Aha, aha. Wow, check die waterbaan. Die is echt zo bruut, jongens. Oké, fire. Kom ik bij de fire? De skyloft. Oké, hier moest er heen. En dan naar de fire nog wat. Welkom bij de skyloft. Dankjewel. Skipping stone, de big kahuna. De kabangwa. Of the fire and the flame. Yes. Wij willen de fire and the flame. Dit is de entree. Looking through the glass entrance. Nee, ik hoef niet door glas in te kijken. Ik wil gewoon echt dat ding doen. Grab a boat. Oh my god, we hebben een boot. Je moet met volle snelheid naar beneden om de jump te maken. Hou W naar beneden en niet stoppen. Press F5 voor de goede view. Oké. Wij kunnen dit. Oh shit, dat is een minecart. Oké, we hebben een boot. We gaan erin zitten. Zo, F5. En dan gaan. Dan gaan we met die banaan. Dan gaan we met die banaan. Through the fire and flames. Woohoo! Dat was hem. Mensen, dat was hem. Oké, ja, het is wel erg letterlijk. Through the fire and flames. Want dat was het ook gewoon. Shizzle. Ik had echt gewoon... Ik heb gewoon waarschijnlijk te hoge verwachtingen of zo. Ik weet niet waar dat vandaan komt. Wat is dit voor waterding?
There leads to water rides. Oké. Ik ben geïnteresseerd. De jumbo jump. Oh, is het een jump? De jumbo jump? Oh, het is gewoon een jump. Of nee, het water komt daar boven vandaan. Dus ik denk dat het ook nog een attractie is. Gaan gewoon even kijken, jongens. Zoveel te beleven hier. De Kawabunga Challenge entrance, ja. Die heb ik volgens mij nodig. Die lijkt er wel op hetgene wat ik wil doen. Pakken de boot. En we gaan, toch? Als we de boot in... Ja, de boot past erin. Gaan we naar voren, gaan we naar voren. Woehoe! Wow, Kawabunga! Oh nee, Kawabunga, mijn boot is dood. Oh, dit was de Kawabunga. God. Waar is dan in godsnaam die andere? De Skyloft teleport. Oh my god. Yo, hallo. Je kan gewoon teleporten, mensen. Je kan gewoon teleporten, mensen. En wat is dit dan? Waar gaat dit heen? Oeh. Die ziet er cool uit. Die gaan we doen. Hit the brakes and steer right. If the boat breaks, grab another. Hit the brakes and steer right. Oké, hoe kan ik... Oh, ik moet dus gewoon naar achter leunen of zo. Ik neem wel even meer boten mee. Oké, hit the brakes. Dat betekent naar achter, denk ik. Ja, brakes. Oh. Hoe kan ik nu nog sturen? What? Oh, je kan alleen sturen als je vooruit gaat. Oké. Wow, rustig. Wow, rustig. Oké, nu gaan we full speed. Maakt niet uit wat iedereen zegt. Wow, yeah. Oh yeah, check die jumps. Oh my god, we gaan nog. Wow. Oké, die was best sick. Die was best sick, mensen. Hey. Die was best sick. I like it a lot. I like it a lot. Wat hebben ze nog meer? Ik heb het gevoel dat ze gewoon echt de epische... attractie missen. Het kroonjuweeltje, zeg maar. Now leaving waterpark. Oké, ja, is goed. Ik hoef ook niet per se in waterpark te zitten. Ik vind het allemaal Gucci. Oh, dit ziet eruit als een hele nare waar je in real life echt ontzettend ziek van zou worden. Dat weet ik bijna zeker. Now entering main section. Oké, we zitten nu in het hoofdgedeelte. 88... miles per uur. Oké, dit ziet er wel goed uit. We zitten in ieder geval in een goede entree. Oké, let's go. 88 miles. 88 miles per uur. Dit is 88 miles per uur. Really? Dit is nog niet eens 10 kilometer per uur. Hé, maar we hebben wel vuurwerk. Oh, dat hebben ze wel leuk gedaan. Maar... ja, dat was geen 88 miles per uur. Ik wil mijn ticket terug. De Arctic Wolf. Oh, nee. Oké, we gaan gewoon kijken. Wat is de Arctic Wolf? Wow, we zijn in een sneeuwlandschap. Sneeuwlandschap alles. Kijk nou, het is een wolfje. Oh. Het is een wolfje. Wat is dat toch schattig? Kijk nou. Oh, ik vind het wel leuk dat ze ook gewoon proberen om scènes... of hoe heet het nou? Scenery thematiek. Een beetje de jeu eraan toe te voegen. Dat het niet zo saai is. Maar ja, al vind ik ze nou niet echt de, met alle respect hoor, maar de beste bouwers. Want ja, het ziet een beetje... ja, ik weet niet. Gewoon niet heel spannend uit. Toch? Of is dat lullig om te zeggen? Kijk, op zich, die pixel art is wel leuk, maar voor de rest... hier staan een paar spawners, maar ja, je moest hem op peaceful zetten, dus dat... die werken ook niet. Oh, dat zijn wolven. Oké, die werkt dus wel. En een schaap. Oh, nee. Wolf en een schaap. Oh, nee. Jongens, jullie zijn... nee! Wat is er gebeurd met dat schaap? We zullen er nooit achter komen. We weten alleen dat we wel dit stomme ding uit gaan zetten. Uit! God... uit! Oei. Ik had gewoon die lever uit moeten zetten. Zo. Wat heb je hier nog? Wow. Dit is een parcours? Verplichte parcours. Oh nee.
Oh nee, ik heb echt geen zin in parkour. Dat zou mij nou echt niet blij maken in een pretpark. Al doe ik het nog redelijk goed. 10, 11. We hebben gewoon 11 goede jumps achter elkaar. 12, 13, 14, 15. Oh nee. Wat is dit? Oh my god, je moet zelf omhoog klimmen. Nee, 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 nee. Oké, okay, we zaten daar ergens beneden. Ik ga er wel gewoon weer heen. Huh. 9. We waren hier ergens. Zo. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. We hebben het gehaald. Met één keer vallen. Doet die even. Het niveau dat jullie ook gewoon altijd in die custom maps doen is veel te hoog. Dit is gewoon perfect. Dit was perfect. Wat is dit? Pardon. De Comet Entrance. Oké. Okay. Gaat het nog ergens naar beneden of zo? Nou, we gaan gewoon inzetten. We zien het wel. Let's go! Doe me denken aan Mario. Die art. De Comet Entrance. Maar de komeet. Dan denk ik aan neerstorten. Dan denk ik aan een jump. Gaan we eindelijk weer een jump krijgen? Ik had zelfs in mijn survival een jump, jongens. Kom op. Dat moet hier ook kunnen. Oké, nou dit is echt... Ik stap hier gewoon halverwege uit. Sorry. Gaan jullie maar verder. Dit is echt slecht. Slechte achtbaan. Is niet leuk. Oh, daar hebben we Funland staan. Oké, we gaan nog één klapper op de vuurpijl zoeken. De lighthouse. Is dit een soort van horrorhuis? Dat zou nog wel cool zijn. Ja, dit lijkt op een horrorhuis. Of de Tower of Terror uit Disneyland of zo. The House of Terror. Oké, okay, oké. Okay. Je moet op Peaceful rijden, anders ga je dood. Zo. Dat jullie het even weten, jongens. Halleluja. Dat is wel echt het grootste dreigement wat ik ooit ben tegengekomen. Let's go. Oh, the House of Terror. Dit is wel heel eng. Dit is wel heel erg. Check al die lava. Woehoe. Oh, waar gaan we heen? Lol, ik kan niet volgen. Oh my god, we zitten in de dunkers. In de dunkers. Bunkers. Gee. Dit hebben ze wel leuk gedaan. Dit hebben ze wel leuk gedaan. Woehoe. So scary. Gaat telkens lager. Oh nee, ik zie er een of andere cult of zo. Wat gebeurt hier? Oh, hij stopt ook gewoon. Oké. Oké. Okay. Dat was random. Als in dat moest eng zijn, van oh, hij stopt, je kan niet weg. Oh, dat was ook vet hoe ze het licht aan deden. Jeetje. Zoveel hoofden. Hier komt een jumpscare. Nee? Jumpscare? Oh. Geen jumpscare. Nog meer lava. Ik vind hem leuk. Ik vind dit, denk ik, misschien wel de leukste ride waar ik in ben geweest. Puur dat het gewoon echt... Het had een beetje thematiek. Het had een beetje zo. Weet je wel, jongens. Ik vond hem heel leuk. Ik vond sowieso Funland. Ik vond het echt heel tof gemaakt. Dat iemand de moeite heeft gedaan om dit allemaal te doen. Wat is dat? Nou, we gaan nog één keer even naar de Enderman. Maar ik vond het echt heel vet dat iemand zoveel moeite erin heeft gestoken om zo'n map te maken. En dit was in 1.7, dus er waren ook nog heel veel dingen niet. Dus mochten ze dingen gemist hebben, dan weet je in ieder geval een beetje waar het vandaan kwam. Wat is dit? Enderman Tower. Ja, het is wel creatief. Je kan zeggen wat je wil, maar het is wel leuk bedacht. De Enderman Tower en de Enderman Tower. Dan gaan we hier omhoog. Ook zoiets. Gewoon een Enderman die een blokje vasthoudt waar je dingen kan bekijken. Ik vind het leuk bedacht. Ik vind het oprecht echt leuk bedacht. En we gaan kijken hoe het uitzicht is. Ik moet dan even mijn render distance helemaal omhoog zetten. Maar ik denk dat we dan best wel iets moois krijgen te zien. We zijn er bijna. Oké. Okay. Bijna. Kunnen we nog hoger? De observation deck. This way to the observation deck. Wauw. Wat is hier? Oh, dat is de uitgang. Check it out, mensen. Check it out. We kunnen gewoon van hier kijken.
Kan ik mijn render distance iets verder zetten? Render distance zetten wij op. 16 chunks. Hij stond op 12, best veel. Kijk nou jongens. Maak het even dag. Time set day. Day. Haal dit even weg, anders zien we eigenlijk helemaal geen moer. Ik vond Funland aardig geslaagd. Ik vind dat ze een heel vet iets hebben gemaakt. Vond je het nou ook dope en vond je het leuk dat ik zo'n speciale map checkte? Knal even dat duimpje omhoog. En vergeet ook niet om te abonneren, want elke ochtend om 7 uur upload ik een vlog waar je mijn leven kan volgen. En om 5 uur upload ik een gaming video. Ik zie jou heel graag weer bij de volgende video. En voor nu zeg ik dan tot volgende keer, mensen. Ciao!